Good, Kelvin. Hi, dat is Kelvin. Ik ben Kelvin. Ik ben hier samen met Otje en met Marije. Hey! Oh. Vandaag is een hele speciale dag, want ik ben niet alleen. Ik ben samen met Marije Sourfield. Yeah. Ja. We gaan een paprikaatje eten. Ben je ready? Ik eet nooit rauwe paprika. Behoor jij tot de dark side? Ik lust het wel, maar niet rauw. Ik vind het lekker als het warm is. En stukjes. Maar ik ga het voor jou speciaal maken. Maar als je het eet, dan worden het ook gewoon stukjes. Ja, maar dan is het nog steeds koud. Nee, dit zijn smoesjes. Oh, dat is eigenlijk best leuk, maar best goed. Oké, het is best prima. Vandaag gaan we naast een kat knuffelen en een paprika eten ook nog iets anders doen, namelijk zeggen. Op Tinder! Ja! Gaan op Tinder. Ja. Ik kan. Dit is heel... Dit zit vast. Ik heb een account voor je aangemaakt, gedaan Marije Zuurveld met een paar van jouw foto's. Ik dacht, pak gewoon een paar van je Instagram af. Wel gewoon mooie foto's. Oké. Okay. Het conceptje is als volgt, ik ga hem gewoon aan jou geven. Jij moet gewoon maar even, doe maar gewoon lekker je ding. Ik heb volgens mij alleen nog maar zulke soort video's gemaakt met brunette mensen. Ik ben blond. Nee, nu niet meer. Ik ben de roze. Paars, roze. Grijs, bruin ben ik. Welkom bij de witste YouTubers van Nederland. Marije en Kelvin, dat is toch zo? Ja. Oké, okay, let's go. Let's Tinder the fuck up, man. Oh. Waar dat nou om de man vandaan? Oh, hij is echt een dierenvriend. Hij heeft ook nog 2 honden. Fiets. Hij is heel sportief. Oh. Nog een hond. Ja, maar hij heeft wel de goede foto's uitgekozen. Ja, maar ja, hij is wel zeg maar echt gewoon 9 jaar ouder. Humberto. Humberto. Niet Humberto. Oeh. Hele zwoele. Oké, we hebben hier Michael. Ook 19. Michael is wel een soort van blond. Hij lijkt sowieso 24. Oh, ik heb hem weggeswiped. Een chick? Heb je vrouwen en man gedaan? Nee, nee, nee. Ik heb ook... Huh? Waarom krijg jij chicks? Moet je ons iets vertellen? Ja, ik sta open voor een heleboel dingen. Sahista. Hey! Hij is vice president at UTS. Nee, weet je wat hij heeft gedaan? Wat heeft hij gedaan? Dit is je lucky day, Marije. Valt je niet iets op aan hem? Of valt je niet iets op aan het beeld? Het staat iets blauws. Ja! Dat betekent dat hij super like heeft gedaan. Ik moet helaas iedereen blurren, omdat anders mensen me gaan suwen gewoon. Ah, fucking rechtszaken, is ook geen zin in. Nee, dat willen we niet. Ik ga hem liken, okay. Omdat hij zoveel moeite doet. En ik wil weten wat hij gaat zeggen. Oh, yes! Is een match! Wat een verrassing! Niels. Oh. Frank. Oh, Frank oh. Oh baller. Oh. Nee, gaat niet gebeuren. Kasper. Kasper. Kasper heeft wel leuke ogen. En een kat. Oh. Dat vind ik wel een like. Oh. Oké, okay. Martijn. Oh. Nee, sorry. Nee. Buddy, een skater. Oh, maar dat is de enige foto. Nico's. Oh, hij komt wel in de Migos. Universiteit van Amsterdam. Nee, sorry man. Jordan. Gaat hem niet worden. Oh! Super likey. Oh. Vinten. Ah, 21. Ja, dat is stiekem wel. Ik zie je helemaal glunderen hier ook. Beestje. Nou, hij houdt ook van een biertje. Ik vind het ook wel leuk dat hij er moeite doet. Nou, die krijgt een hartje van. Hey! And we got a match over here. Matches. Oh, wat doe ik? Oh, je kan een hartje. Nee, oh. Yes! Nu heb ik een hartje naar haar gestuurd. Dat is toch dope? Ja, hallo, je hebt toch gelijk? Ik heb het natuurlijk vaker gedaan dan 1 keer. Dus ik heb een tactiek ontwikkeld waarin je zo snel mogelijk bij mensen in gesprek raakt. Gaat als volgt. Je liked gewoon alles. Nee, ik wil niet alles liken. Hallo, je wilt toch... Nee! Je wil met mensen spreken. Oh god. Oh. Het gaat ook maar door. Hou op. Je bent een guy magnet. Waar heb jij voor het laatst iemand proberen te versieren? Voor het laatst geflirt? Ja, een jaar geleden. En wie was het? Mijn huidige vriend. Oh. Diego heeft ook hey gezegd. Diego. Oeh, ik kreeg een heel leuk berichtje van Appie. En hij zegt, hey Marije. Prachtige mooie blauwe ogen. Dat is nou lief, hè? Dat vond ik dat ook. Dat vind ik wel echt lief. Hoi Appie. Wat ik hem App noemen. Noem hem lekker Appie, joh. Hey App. Ja, ja, het is wel echt lief dat hij dat gewoon zegt. Maar het is eigenlijk niet echt een openingszin. Het is gewoon een compliment. Hi gewoon... App, wat lief. Oké, ik stuur een vriendschappelijke selfie. Oké, ik ga het gewoon sturen. Diego zegt leuke foto, btw. Thanks. Maar wat zegt hij? Gaat goed hoor. Oh ja, het is gewoon zo'n standaard gesprek. Net als dat je vrienden al 3 jaar niet spreekt. En dan is het, hey. Jij bent lekker bezig, toch? Ja, goed. Met jou. Ja, ook goed. Heb je nog wat bijzonders? Nee, jij? Nee, ik ook niet. Oké. En dan is het gesprek afgelopen. Oh, hij zegt thanks. Mappie. Oh, oké. Oh! Wat is jouw excuus eigenlijk om op Tinder te zitten? Vraag hoezo. Hoezo moet ik een excuus hebben? Of hij moet weten dat ik een vriend heb. Ja, dat zou kunnen, ja. Ik zie jou wel op straat lopen met hem. Nee! Ons gesprek valt een beetje dood. Ja, ze zijn niet meer geïnteresseerd, denk ik. Ja, of jij bent niet spannend genoeg. Misschien ben jij wel gewoon niet interessant genoeg. Ik geef je een realistische weerspiegeling van de realiteit. De kans bestaat dat je niet interessant genoeg bent. Wat doe je dan? Ik dan een foute openingszin gebruiken. Ken je een foute openingszin? Nee, maar je kan ook niet meer een openingszin doen. Oh ja. Nee, maar dan ga ik gewoon naar een random iemand. Ja, ga gewoon naar andere guys. Je hebt 1000 matches of zo. Oké, Pepijn. Wat is een foute openingszin? Ja, je hebt hem in je hoofd. Je durft hem alleen niet te zeggen. Ik weet het oprecht niet. Nee? 64 foute openingszinnen. We gaan gewoon lekker de eerste pakken. Hey, die rook boven je hoofd. Is die van een sigaret of ben jij zo heet? Zeg dan! Van je hoofd komt dat van een sigaret. Diego vraagt of ik nog wat leuks ga doen. Ben aan het filmen. Ja, nee! Niet? Nee, hallo, dan denkt hij, wat ben je dan voor rare shit aan het maken? Ja, maar dat is een indirecte hint naar dat we dit aan het doen zijn. Oké, doe maar. Ik heb opnames. Appie zegt, hij zei van, wat is jouw excuus eigenlijk om Tinder te zitten? Toen zei ik, hoezo? Je hebt zulke mooie ogen, daar zal toch iemand wel verliefd op kunnen? Oh,
Laat ik hem een gifje sturen. Stuur hem lekker een gifje. Oeh, maar dit zijn allemaal hele seksuele gifjes en zo. Echt? Welke? James Corden dan. Oeh, verzend. Appie is echt... Jacob. Appie gaat ervoor! Appie is ready, man. Appie lacht alleen. Jan! Hey! Oké, je mag ook wel even met Jan praten. Pijnlijk! Wat? Jan zegt, ik wil je en dan schoenen. Oh, Jan. Ik wil gewoon mijn schoenen. Jan, je kan niet zo zijn, Jan. Ja. Jan stuurt een gifje. Oh! Ja, maar hoe oud is Jan? 20. Oké. Okay. Wat ga ik terugsturen? Welke schoenen heb ik aan? Mijn gele Jordans. Appie, we gaan door met Appie. Ik hoop dat jij me niet alleen hebt gematcht vanwege mijn uiterlijk. Wat bedoelt hij daarmee? Op basis waarvan kan je iemand anders nog liken dan op zijn uiterlijk op Tinder? Je hebt geen andere handvatten. Natuurlijk niet. Ik vind Appie echt een sukkel. Ja, hij is wel een beetje kort door de bocht hoor, Appie. Oké, okay, Diego. Ik heb opnames. Oh leuk, voor wat? You just do you, Marije. We kunnen dit een speciaal wending geven. Jij mag het verzinnen. Een video met een gast. Guy, als je begrijpt wat ik bedoel. Indirect zeg je gewoon dat wij een video aan het filmen zijn. Snap je? Ik lieg niet. Jan, de zebraspries. In welke omstandigheid heb ik je teleurgesteld? Omdat ik dacht dat je het over mij had en niet over mijn patta's, weet je. Diego. Nou, haha, nice. Je bent toch wel van die foto's, hè? Wat dan? Hoezo? Hij denkt dat ik fake ben. Ik ga het gewoon vragen. Denk je, ik ben fake? Je moet hem gewoon meteen even in zijn gezicht schreeuwen, eigenlijk. Ja. Oké, we gaan even terug naar Appie. Appie die wil heel graag... Zou je in 10 steekwoorden mij kunnen vertellen wat je doet in dagelijks leven en wat je daar leuk aan vindt? Nee. Specifiek 10 woorden. Hij is iemand die gewoon alle touwtjes in handen wil hebben. Hij is de gast die zegt, we gaan vanavond om 13 over 11 slapen, oké? Okay? Dat wil je niet. Nee, dat wil je niet. Wat ik wel wil, is een feestje. Ik weet het niet, ik doe het wel. Vanavond. Welke kant wil je opgaan met dit verhaal? Feestje. Met allemaal. Ja, ik ben aan het nadenken, maar ik ben... Pak, want ik vind het moeilijk. Leuk toch, toch? Ken je trouwens Marie van de Juikenboom? Ik heb het gevoel alsof je haar kent. Zij is de ex van Mark de Tukjebsklap. Ze zit in dezelfde vriendengroep als Rick van de Gerstepolioodje. Wat zijn dat voor namen? We zijn Appie kwijt. Oké, Diego. Oh! Hij is geïnteresseerd in je carrière. Nee, maar je zit dus in de adult scene. Adult scene. Wauw. Wat? Zou je dat leuk vinden? Wow. Hé, hey, ik heb het niet bedacht. Dit bedenk je zelf. Jan, ik wou niet te snel gaan. Sorry. Nou, ik vond het wel cool dat je het zei. Je ging ervoor. Oh, wow, dit ging echt per ongeluk. Dit deed ik niet. Hé, hey, ik kan niks aan doen. Deze man. Thuis of nu ja. Waar woon je? Geef ik mijn adres. Ik kom hier langs met filmen, serieus. Hallo, Jan is te lief. Jan verdient dit. Oh, Diego. Ja, heb je scènes? Hij wil het gewoon zien. Alsjeblieft. Zal ik gewoon een video van mijn YouTube kanaal sturen? Nee, dat is raar. Wat moet ik dan sturen? Kill je hele vibe. Hallo. Je moet de mensen geven wat ze eigenlijk willen zien. Wil je een keer meedoen? Zeg dan. Ik ben op zoek naar acteurs. Acteurs. Heb voor aanstaande zondagmiddag. Zo meteen. Nog wel een plekje. 15:35. Zet dat erbij. Beetje, I don't know, eng. Nooit gedaan. Weet niet wat ik verwacht. Ik denk dat ze. Okay, zal ik me gewoon geruststellen van het valt wel mee? Ja, doe maar. Het valt wel mee. Is maar met 2 andere guys. Hoezo zoek je eigenlijk via hier mensen? Hij denkt serieus dat je... Eigenlijk serieus bij castingbureau. Is te duur. En ik hou van lekker amateuristisch. Juist. Zeg dan, je kan €350 verdienen. 350? We gaan even kijken wat Jan zegt. Ik ben geen object, Marije. Eerst een drankje. Oké. Jan heeft gewonnen. We moeten Jan even afsluiten. Je bent een topper. Juist. Jan, als je kijkt, je bent een held. Gaan we nog bij Appie kijken? Waar is een feestje vanavond? Bij jou thuis, dan kom ik graag langs. Hey! Marije's got a date. Hoe laat? Oh. Jojo zegt alleen maar hahaha. Niet? Moet voor 3 uur weten. Hoe laat is het? 3:04. Zwart. Ik vind het te eng. Kan je hem nou verbeteren? Language, Diego. Nah, thanks. Heb je nog leuke vrienden? Kijk eens YouTube. Diego zegt, ja, hoezo? Wie is je favo-vlogger? Diego zegt, kijk eigenlijk Jaraski. De vraag is, willen we nog door met Diego? Nee, ik vind Diego een beetje een pussy dat hij niet durft. Fuck Diego. Zeg dan, ik ga even. Hij zegt, waarom? Mag ik staan? Oh, wat is dit? This guy! Misschien is dit toch wel de weirdest guy! Ja, hij is gewoon de weirdest guy! Waar denk je aan? Hoe bedoel je? Wat wil je zien? Doe iets leuks. Diego is een slechte meneer. Wil je dat ik doe? Op welk vlak? God, Diego man! Jij vraagt mij... Zeg dan gewoon, ik denk dat je bedoelt een lichaamsdeel. Dus waarom zeg je niet gewoon welk lichaamsdeel? Als je er dan nog weer omheen gaat lullen, dan is hij een motherfucker. Dan vind ik Diego echt een bitch. Je hele lichaam. Come on! Je moet 1 kiezen. Je mag er maar 1 kiezen. Borstel!
XD! XD! Abort mission! Mariah, abort mission! Diego is de meest weird ass guy die er is op Tinder. Mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer op mij, abonneer op Mariah, abonneer op het hele leven. Abonneer niet op Tinder, want dat is slecht voor je. Zit alleen vieze mensen op. Wil je ja, even zeggen? Ja, maar het oortje. Doei! Doei!